Mijn allereerste Shein order is eigenlijk pas net binnen. Ik heb hier nu mijn tweede order en mijn derde order is al onderweg. Dus ja, ik denk dat we kunnen stellen. Ik ben groot fan en ik hoop jij ook, want hieronder staan alle linkjes van de spulletjes die ik heb besteld. Dus laten we snel gaan kijken wat ik allemaal heb uitgekozen. Allereerst dit een beetje gek uitziende ding. Dit heb je misschien wel al op TikTok voorbij zien komen. Het is een manier om je haar te krullen. Je zet dit deel vast met deze klem bovenop je hoofd. En vervolgens draai je je haar eromheen en zet je die vast met deze scrunchies. Op dit plaatje zie je wat beter wat het idee is. En de bedoeling is dat je uiteindelijk krullen hebt. En ja, dit was dan een beetje zo'n kassakoopje die dan voor, ik geloof, 2 euro mij werd aangeboden toen ik uiteindelijk ging betalen. Het ging er nog zelfs ietsje af omdat ik een kortingsbon had. Dus dat vond ik toch wel de moeite waard. Ook heb ik dit hartstikke leuke pennenbakje gekocht. Hij wordt gemarket als bakje voor make-up kwasten. Maar ik dacht, ja, als er make-up kwasten in passen, dan passen er ook wel vast en zeker pennen in. En zoals je kan zien, dat past absoluut. Er zitten hele kleine, ja, roodroze glitter in dit perspex. En ja, ook weer zo'n klein prijsje waarvan ik gewoon heel blij werd. En dacht, die heb ik nodig. Dit item heb ik uiteindelijk in mijn mandje gedaan, omdat ik echt nog net een paar euro moest uitgeven om tot gratis verzending te komen. Deze kost mij ook maar ook iets van 1,60 euro, omdat ik toen uiteindelijk korting kreeg. Maar een beetje jammer, je ziet het misschien al. Hij is gebroken. Op dit moment heb ik hier wat lijm gesmeerd en hoop ik dat dat rustig blijft zitten. Het kleinste item van deze bestelling is deze schattige kerst hot chocolate pin. Ik zal hem ook even van dichtbij laten zien. Hartstikke leuk. Ik heb een best uitgebreide pincollectie en ik wil denk ik een oud prikbord wit verven. En ze daar allemaal op doen. En ik denk dat ik daar gewoon een video van maak. Omdat het me best wel grappig lijkt om te zien hoe zo'n heel bord wordt gevolgd. Dus die video zal ik hierboven linken als die beschikbaar is. Dit hoesje kwam ik tegen toen ik op New York zocht. Hartstikke leuke felle kleuren. En ik vind het ook wel goed. Er zit volgens mij een extra laagje bescherming in. Met deze soort van bumper onderdelen. Maar goed, hartstikke leuk. Leuke vrijheidsbeeld, verschillende New Yorkse onderdelen. En hopelijk kan ik deze binnenkort op mijn telefoon doen als ik weer naar New York ga. Ik zag deze superleuke siliconen lepel. Ook trouwens nog in een paar andere uitvoeringen. Die zitten in bestelling nummer 3. En ik werd helemaal blij van al deze gekleurde sprinkles. Hoewel ze op het plaatje absoluut een iets mooiere lepel hadden uitgekozen. Waar je veel beter deze sprinkles kon zien. Ben ik hier absoluut nog blij mee. Dus ik ga hem zo meteen even afwassen. En dan kan ik hem gebruiken bij het koken. Dit item heb ik echt al zoveel langs zien komen op Instagram bij verschillende advertenties en laatst ook nog bij 2 vriendinnen. Het is een telefoonhouder waarvan je het houdertje gedeelte kan draaien en je kan ook de hoogte iets aanpassen. Dat vond ik echt een hele goede uitbreiding ten opzichte van een standaard telefoonstandaard. En de zwarte uitvoering vond ik wel rustig neutraal. En volgens mij is dit echt perfect om bij Zoom-meetingen en zo te gebruiken. Wel nog een heel klein beetje gek. Ik kreeg er dus een stukje plastic bij met daar zwarte rubber op. Echt, het duurde heel lang voordat ik doorhad wat ik hiermee moest doen. Ik moest namelijk hier nog 2 bumpertjes plakken. En ook hier op de onderkant moest ik de voetjes plakken om te zorgen dat je hem dus niet echt zo makkelijk heen en weer kan schuiven. Dus gooi dit niet weg als je dit bestelt. Dan één mode-item voordat we verder gaan met de homespullen. Ik heb dit t-shirt gekocht in de Curve-lijn. Het is een 3XL omdat hij dan lekker ruim zit. En het is een beetje Amerikaans t-shirt, 4th of July-achtig. En het leek me wel heel leuk om deze te hebben als pyjama voor als ik weer naar Amerika ga. Ik bedoel, dit is een beetje extra, maar ik vond het wel gewoon leuk. En het materiaal is op zich wel lekker zacht. Het zit zeker wel iets van katoen in. Maar verder doet het me toch een beetje denken aan sport-t-shirtjes. Dus het is niet heel aangenaam. Oh, het is echt gewoon 100% polyester. Er zit absoluut geen katoen in. Dus ja, de kwaliteit is op zich wel goed. Ik heb wel het idee dat die mooi is misgenaaid. Hoewel, dit zelfs het zakje is redelijk recht gesneden. Maar goed, het is maar een pyjama. Dus dan maakt het ook allemaal niet zo heel veel uit. En ik dacht, durf niet helemaal understated te noemen, maar ik vond het wel leuk om op deze manier gewoon gezellig in Amerika te kunnen slapen. Dan gaan we door naar de home items. Ik heb in mijn vorige Shein order heel veel leuke kussens besteld voor Halloween en voor de herfst. En toen dacht ik, maar als ze dan voor herfst en voor Halloween kussens hebben, zullen ze ook wel voor de winter en voor kerst kussens hebben. Nou, en dat heb ik dus uitgetest en ik heb de volgende items uitgekozen. Dit kussen heb ik al in een beetje bruin-oranje kleur. Het is gewoon een simpele, ik geloof 50 bij 30 centimeter kussentje.
een beetje moeilijk om de vulling te vinden. Maar ik had nog twee kussentjes van Ikea die er perfect bij pasten. Ja, gewoon een rustige, neutrale rood. Die ik niet per se alleen voor kerst kan gebruiken. Maar die wel heel leuk samenstaat met de volgende kussens. Waaronder dit kussen. Kijk, deze kleur rood is eigenlijk een beetje hetzelfde. En hier dit autootje met deze geborduurde kerstboom vond ik ontzettend leuk. Ik heb trouwens flink mijn best gedaan om dus inderdaad kussens uit te zoeken die hopelijk wat betere kwaliteit zijn. En dat is bij deze ook zo. Ik gokte dat doordat hier best wel veel op geborduurd is, dat het allemaal wat mooier was dan misschien een kussen die, ja, heel simpel door een printer is gehaald en daar waar verder niet zo heel veel mee is gedaan. Dat zul je ook zo meteen zien. Dus dit kussen hoesje trouwens, je koopt niet het kussen, maar je koopt het kussen hoesje, is relatief duur voor Shein. Maar dan krijg je dus wel ook iets wat gewoon helemaal mooi geborduurd is. De achterkant is dan bijvoorbeeld ook grijs, met wat dus past bij het grijs van het kussen. Ook hier dichterbij kan je gewoon zien hoe, ja, mooi eigenlijk dit kussen is gemaakt. Ten opzichte van de foto op de app heb ik wel het idee dat de print, of nou ja, het borduursel eigenlijk iets te laag zit. Want dit stukje hier is echt wel een stuk kleiner dan het stukje hier aan de bovenkant. Maar goed, als er eenmaal een kussen in zit, dan valt het natuurlijk ook een beetje weg door de bolling van de vulling. Deze leg ik dus nog even weg, want die komt pas op mijn bank nadat ik definitief overga naar kerst. Ook passend in het rijtje is dit kussen. Ik vind het van dit kussen ook erg leuk dat net even het randje wat is aangezet met deze witte piping. De achterkant is ook van hetzelfde materiaal gemaakt, daarom dus ook wat duurder. En deze sneeuwvlokken liggen heel leuk eigenlijk op de rode stof. Dus ja, ook weer een iets duurder kussen, omdat er gewoon iets meer aandacht aan is besteed. Maar dit voelt ook echt gewoon lekker als katoen. Dit is zacht, het prikt niet, het is niet kriebelig. En ja, ook weer een kussen wat heel erg leuk op mijn bank gaat staan rond de kersttijd. Een wat minder mooi kussen is deze. Ik ben heel erg blij met de Merry and Bright print. En ook hoe leuk de buffalo plaid op de achtergrond is. Zeker ook omdat hij, ja, weer eigenlijk gewoon best wel in het midden en recht is geprint of gesneden. Maar waar je kan zien dat dit echt een veel goedkoper kus was, is dat bijvoorbeeld de achterkant helemaal wit is. Dus er is geen geld uitgegeven om dit van, ja, een duurdere stof te maken. Of om dit bijvoorbeeld ook te printen. Maar ja, dit kussen heeft me uiteindelijk €1,61 gekocht. Dus in dat opzicht vind ik het wat minder erg dat het ook gewoon wat minder lekker aanvoelt. Voor die prijs kan ik het niet naaien. En ik heb het idee dat bijvoorbeeld deze rits, die er echt perfect in is gezet, dat zelfs dat meer zou kosten dan €1,61 als ik zoiets zelf zou willen maken. Dus op zich een hele leuke aankoop. Dan heb ik stiekem nog wel ook even gekeken naar de herfstkussens. En toen kwam ik dit kussen tegen. Dit zijn allemaal kleine zwarte autootjes met achterin een gigantische pompoen. Dat wil ik in mijn leven, je begrijpt. Dit kussen was ook weer wat duurder, dus het is ook hier ietsje beter gemaakt. Al deze autootjes en pompoenen zijn helemaal geborduurd. De achtergrondstof, ja, is niet katoen, het is ietsje zachter. Maar wat bijvoorbeeld ook leuk is dat de achterkant oranje is. Dus zelfs als ik denk van, joh, die pompoen, daar ben ik nu wel even, dat hoef ik nou weer even niet te zien, kan ik het kussen gewoon omdraaien en heb ik dus een heel leuk, superzacht fluweel kussen om lekker tegenaan te leunen. Dit kussen is ietsje kleiner dan mijn andere kussentjes die ik deze keer heb besteld. Even kijken hoe ik dat kan laten zien. Ja, ik denk zo. Het steekt best wel wat uit. Dus ik heb het idee dat dit kussen 40 bij 40 is en de rest van de kussens 45 bij 45. Nou maakt dat niet zo heel veel uit. Maar bijvoorbeeld de kussens die je bij de Zeeman en de Blogger kan kopen zijn dus de vullingen. Die zijn eigenlijk allemaal 45 bij 45. En dan is zo'n 40 bij 40 maat net een beetje wat lastiger om te vinden. Ik laat trouwens nog even zo'n ootje van dichtbij zien. Maar zie je hoe die geborduurd is? Echt super leuk. Dus ja, eigenlijk een heel diverse haul met allerlei verschillende spulletjes. Ik ben met alles super blij. En ik kijk heel erg uit naar mijn derde haul, die ik hopelijk, ik hoop dat het pakketje eind deze week binnenkomt. Maar ik denk dat dat misschien iets te enthousiast is. Want het duurt natuurlijk nog wel eventjes voordat de boel uit, ik geloof Singapore, helemaal naar Nederland is gekomen. Maar voor nu in ieder geval, de kerstitems berg ik nog even op voor volgend jaar. Ook het item voor St. Patrick's Day. En ja, ik denk dat ik deze maar gewoon zo snel mogelijk ga uitproberen. Dus hou daarvoor mijn Instagram in de gaten. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Kijk dan zeker ook mijn andere Shein haul die ik hieronder heb gelinkt. En ik zou het heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal, zodat je geen enkele toekomstige video van mij mist. Tot de volgende keer in ieder geval. Dag!